Dames en heren, goedenavond bij de vergadering van de Raad van Ommen. Fijn dat u de weg hier naartoe heeft gevonden. Al dan niet in fysieke aanwezigheid in de zaal, dan wel via de digitale weg, via de livestreaming. Wij hebben een overzichtelijke agenda voor vanavond. Dus dat moet tot een vrij spoedige vergadering kunnen leiden. Maar we nemen de tijd die ervoor nodig is. Dat doen we niet in een volledig gezelschap vanavond. We hebben maar liefst 3 berichten van verhindering. Mevrouw Lagas, de heer Leuwik en mevrouw Bakelaar zijn niet in ons midden vandaag. Dus die zijn verontschuldigd. Er is nog iets wat niet in ons midden is. Je hebt het verkeerde kaartje. Oh, ik praat als een deur. Zegt, Nou, ja, maar dat ben ik niet. Ja, nou ben ik mezelf. Al zo hard als een houten deur, dat is misschien ook wel eens een compliment, maar goed, dat tezijde. We missen nog twee andere dingen, dat zijn de interruptiemicrofoons. Die zijn door technisch mankement uitgevallen, maar dat hoeft niet heel bezwaarlijk te zijn, want ik had toch al met u van gedachte gewisseld over de mogelijkheid om in de kring met elkaar te discussiëren. Dus wat mij betreft kunnen we dat vanavond ook doen. Dat vergt ook direct wat extra kwaliteit van uw voorzitter, dus daar ben ik ook blij mee, want dat betekent dat ik ook wat extra alert moet zijn op het houden van de orde, omdat natuurlijk dan wel dreigt dat iedereen in groot enthousiasme op de knop drukt. Dus het is nu extra belangrijk om wat via de voorzitter te blijven praten, dan gaat dat vanzelf helemaal goed komen. Dat gezegd hebbende en de iPad weer opgestart hebbende, kom ik bij de daadwerkelijke agenda van vanavond. En vraag ik u of die vastgesteld kan worden. De heer De Jonge. Voorzitter, ik wou u vragen om ik heb een motie vreemd aan de orde van de dag over de boring van schaliegas en of u die aan de agenda wilt toevoegen. Het lijkt mij dat we dat doen. Dus bij deze dan wordt het agendapunt 6. D'accord, dan is de agenda gewijzigd vastgesteld. Kom ik bij het vragen een half uur. Er zijn volgens mij, dacht ik, 3 vragen aangekondigd. 2 door de fractie van de LPO en 1 door de fractie van de VOV. Laten we beginnen met de heer, ik denk de heer Bongers van de LPO. Ja, het had ook de heer Remmers kunnen zijn, maar het is in dit geval de heer Bongers. Zullen we beginnen met het afval? Als dat, of had u de andere meegenomen? Ja. Is prima voorstel, voorzitter. Dan klikken we die eventjes aan. Kijk, daar is hij al. Dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat inderdaad over afval. Het omgekeerd inzamelen fase 2. Zoals bekend is per 1 januari van dit jaar de tweede fase van omgekeerd inzamelen in deze gemeente gestart. En bij de voorbereiding van de tweede fase van omgekeerd inzamelen is door de gemeente expliciet toegezegd dat er maatwerkoplossingen zouden komen voor die situaties waarbij er extra restafval is ontstaan als gevolg van medische omstandigheden. In december 2015 heeft de gemeente hiertoe een brief uitdoen laten gaan naar een aantal huidige of toenmalige gebruikers van de maatwerkoplossing die er toen was. En daarbij is een toezegging gedaan dat er een eind januari, begin februari, de betrokken inwoners nader geïnformeerd zouden worden. Echter, tot op vandaag is er nog steeds geen duidelijkheid voor deze groep van inwoners. De lokale partij Ommen vindt dit onaanvaardbaar. Deze onduidelijkheid en vertraging is gewoon niet te billijken. En naar aanleiding daarvan, of hiervan, hebben wij de volgende vragen. Waarom is er tot op heden geen vervolg gegeven aan de toezeggingen zoals vermeld in de brief van 29 december 2015? En 2. De LPO vraagt het college van Ommen dan ook om binnen 2 weken met een definitieve maatwerkoplossing te komen voor restafval op medische gronden. En 3. Op welke wijze en wanneer gaat het college deze specifieke maatwerkoplossing aan de inwoners van Ommen bekendmaken? Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan is het woord aan wethouder Ter Keurs namens het college. Voorzitter, dank u wel.
Ik begrijp dat ik verantwoordelijk ben voor een toezegging die ik niet gedaan heb. Daar werd ik mee geconfronteerd ten aanzien van bijvoorbeeld incontinentiemateriaal en stoma-afval, naar aanleiding van de vraag van de heer Bongers. Hij valt in twee uiteen. Er zijn twee groepen die een maatwerkvoorziening hebben of hadden. Dat zijn mensen die niet in staat zijn om zelf hun afval naar de afvalpunten te brengen. Daarmee, met die mensen, zijn er 15, is de afspraak gemaakt dat het clean team op gezette tijden dat zal regelen voor deze mensen. En dan zijn er de mensen die, het zij incontinentiemateriaal, dan wel stoma-afvalmateriaal hebben. Die mensen hebben een brief ontvangen van de gemeente en daarin werd aangekondigd dat eind januari, begin februari ze een vervolg zouden krijgen op de maatwerkvoorziening. Door ziekte van de betreffende ambtenaar is dat helaas niet uitgevoerd. En is er ook geen collegevoorstel in het college geweest waarin de maatwerkvoorziening zou worden aangepast, in welke vorm dan ook. Er is nu in voorzien dat deze maand nog dat stuk in het college komt, dat het college een besluit neemt, en ik zal ervoor zorg dragen dat u in die besluitvorming wordt meegenomen, evenals de burgers die naar aanleiding van het collegebesluit een brief zullen ontvangen. Er zijn er ongeveer 33 als ik goed geïnformeerd ben. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Heeft de heer Bongers nog behoefte aan een kort vervolg? Dat is zo. En de heer De Vries, Robles ook. Wat mij betreft, meneer Bongers, mag het wel vanaf de plek. Want dan kan de heer De Vries... Maar dan kan de heer De Vries, Robles ook. Dan doen we het gewoon even iets pragmatischer. De heer Bongers, LPO. Yes. Dank voor het antwoord van de wethouder. We willen wel heel graag dat er ook gewoon in brede zin nog gekeken wordt naar de oplossing. Want het bewaren van dat restafval geeft ook wel andere complicaties. En het zou goed zijn dat u dat in samenspraak met de betrokkenen gaat kijken hoe we dat op kunnen lossen. Bijvoorbeeld, hoe lang kun je iets bewaren totdat het onaanvaardbaar is om het te bewaren, om het maar netjes uit te drukken. Dus die suggestie zou ik toch echt mee willen geven. Van kijk ook, hoe kan men het bewaren en op welke manier kan het afgevoerd worden. Dat was het, voorzitter. De heer De Vries, Robles, D66. Ik druk op die knop, maar er gebeurt niks. Dan doe ik het als meneer Mors. Ik kan me herinneren dat bij behandeling van het voorstel rondom omgekeerd inzamelen er ook nog sprake geweest is dat de ROVA voor andere gemeentes de inzameling van luiermateriaal van kinderen faciliteert door dat op te halen bij kinderdagverblijven. En dat er het verzoek geweest is om dat ook mee te nemen en eens te kijken of dat een suggestie is voor de gemeente Ommen. Als u over een maand een antwoord genereert voor de gemeenteraad, zou u dat mogelijk mee kunnen nemen. Dank u wel. Wethouder De Keurs mag dan ook vanaf de plek. Ja, met enige vertraging. Ik ruik hem. En die ruik ik ook. En ik zal, als we klaar zijn met het beantwoorden met deze rondvraag, ga ik de ambtenaar parkerende post dat stukje meegeven van zowel het incontinentiemateriaal als ten aanzien van het reguliere luiermateriaal, ten aanzien van de inzameling daarvan. En dan zorg ik dat het in de beantwoording bij u terechtkomt. Ik meen dat het Twente Rand was. Ja, maar wij zamelen in via ROVA. De wethouder heeft heldere toezegging gedaan, dus volgens mij komt er binnen een maand beantwoording in uw richting. Dan mag ik de heer Bongers wederom uitnodigen om richting het spreekgestoel te komen voor zijn andere aangekondigde vraag over de speeltuin in het centrum. Met enige vertraging. Ja, dank u wel, voorzitter. U komt het al aan, speeltuin in het centrum, die er nog niet is. En in dat verband heeft de LPO een aantal vragen. De lokale partij Ommen heeft van meerdere inwoners in het centrum de vraag gekregen naar mogelijkheden voor een speeltuintje in het centrum. Er is dringend behoefte aan een plek waar ouders, grootouders, etc. naartoe kunnen gaan met jonge kinderen. Voor de leefbaarheid in het centrum is het van grootste belang dat er een veilige speelplek in de nabijheid van de woningen is. Een klein omheind speeltuintje met wat bankjes kan daar al prima aan voldoen. In het verleden is er door meerdere politieke partijen hier al over suggesties al over geopperd. Onder andere de voormalige plek, Aldi, oude apotheek, voormalige plek, om daar speelvoorziening voor te maken. Nu er in de eerste jaren op deze plek geen bouw is gepland, verzoeken wij het college om alsnog hier al dan niet een tijdelijke speelvoorziening te maken. Maar andere locaties zijn voor de LPO ook bespreekbaar.
We hebben dan ook de volgende vragen. Is het college bereid om in het centrum een goede speelplek voor jonge kinderen te realiseren? 2. Is het mogelijk dat de raad binnen 4 weken 1 of meerdere voorstellen ontvangt voor mogelijke locaties van een speelterrein in het centrum? 3. Kan de realisatie van het speelterrein uiterlijk voor 1 juni gerealiseerd worden? Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Nodig ik de heer Ter Keurst ook uit om naar het spreekgestoel te gaan namens het college de beantwoording te doen. Voorzitter, dank u wel. Wederom een toezegging, niet door mij gedaan. Naar aanleiding van een verworpen motie, dag van de VOV. Naar aanleiding van bijna 1400 handtekeningen ingezameld. Met de vraag of op de voormalige Aldi-locatie niet tijdelijk een speelvoorziening zou kunnen worden ingericht. Daar zijn we mee bezig geweest, is ook in het college geweest. Dat is onderzocht. Dan hebben we het over een speelvoorziening die je gaat inrichten voor de duur van maximaal 2 jaar. Want in 2017, uiterlijk 2018, is daarin voorzien, hetzij een winkelvoorziening of een commerciële voorziening met erboven woningen, dan wel woningen als zijnde een gevolg van de ROC-overeenkomst gesloten met Attica. Dat zou volgens berekeningen, want je moet gaan denken aan een inrichting, aan de ondergrond, aan bestating, etc., tussen de 20.000 en 25.000 euro moeten gaan kosten. Gezien het tekort, want we kunnen wel denken dat we daar 750.000 euro uithalen, maar er is nog steeds sprake van een tekort, gezien de voorziening die daarvoor getroffen is, vind ik dat niet acceptabel om voor ongeveer een periode van 2 jaar daar een speelvoorziening te realiseren. In het portefeuillehoudersoverleg van 15 februari heb ik al de vraag uit laten zetten om te gaan kijken in het centrum waar het eventueel zou kunnen. Robert Ekkelenkamp, de verantwoordelijke ambtenaar, heeft daartoe contact gezocht met MD en met OG om te kijken naar financiering 1 en 2, 3 locaties. Ik wil echt proberen om dat binnen 4 à 5 weken de locaties helder te hebben. Ik kan nu niet toezeggen, en daar begin ik ook niet aan, om dat voor 1 juni allemaal geregeld te hebben. Ik weet niet waar we tegenaan lopen ten aanzien van ruimtegebruik. En ik weet ook niet waar we tegenaan lopen ten aanzien van bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Maar ik zal zorgen dat u binnen zo kort mogelijk termijn de locatie in ieder geval inzichtelijk hebt. Wat we ook nog willen gaan doen is dat we zowel met, ik ben de naam van die mevrouw kwijt, maar er is een mevrouw die daar woont, die mede-initiatiefnemer is geweest voor die handtekeningenactie. Mevrouw Klein-Herenbrink, die zal ook benaderd worden om mee te denken. En er zijn een aantal indieners geweest bij de ideeënbus die op de markt heeft gestaan. Daarin kwam hetzelfde naar voren. En ook een aantal mensen daarvan zullen we gaan benaderen om met ons mee te denken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Bommers of dit in ieder geval voldoende antwoord is. Dat is het geval. Er zijn ook geen anderen. Dan kijk ik denk naar de heer De Jonge, de heer Middelkamp voor de vraag van de VOV. Sorry, ja, deze kant, alstublieft. Hij doet het. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de vragen die de VOV heeft, hebben betrekking op schoolverlaters met ernstige beperkingen. En dientengevolge hebben die schoolverlaters een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met als gevolg dat er zeer moeilijk tot niet een geschikte arbeidsplaats gevonden kan worden. Om dit probleem te ondervangen heeft de VOV-fractie in de raadsvergadering van 4 februari een motie ingediend over dit onderwerp. Daags voor die raadsvergadering, voorzitter, heeft de directie van de Maat ons een brief overhandigd namens 3 scholen. Dat was op dat moment nog een concept waarin deze vragen, die ook in de motie zijn verwoord, aan de portefeuillehouder zouden worden gesteld. De scholen hebben die brief opgesteld omdat zij uit contacten van de ambtenaar niet begrepen hebben dat er sprake zou zijn van het opstellen van een plan dat voorzien zou gaan voorzien in het oplossen van dit probleem van dit vangnet. De motie van de VOV, voorzitter, is vooraf inhoudelijk afgestemd, besproken met de ambtenaar. De ambtenaar heeft na enige discussie en wat fijnslijperij aangegeven van goh, als dit de bedoeling is, dan gaan wij elkaar daar vinden. Die zag daar geen enkel bezwaar en gaf ook niet aan dat er van enig plan sprake was. Vandaar dat we de motie hebben gebracht. Bij de behandeling van de motie, voorzitter, gaf de portefeuillehouder aan dat er gewerkt werd aan een plan. Dat was een grote verrassing voor ons en tot onze grote verbazing hebben wij daarvan kennis genomen. Maar omdat we daar heel erg blij mee zijn op zich, hè, dat er snel een plan gerealiseerd wordt, hebben we vervolgens de motie ook weer ingetrokken en hebben we erop gewacht tot het plan zou komen.
Uit contacten met de directie van de Maat heeft de VOV-fractie te horen gekregen dat daags na de vergadering de portefeuillehouder telefonisch contact heeft gezocht met de directie van de Maat om aan te geven dat er voor een viertal schoolverlaters een beschutte werkplek ingericht zou gaan worden. Een erg vreemde gang van zaken vinden wij en eentje die wij als VOV-fractie dan ook zeer betreuren. Maar voorzitter, als er toezeggingen gedaan worden, dan willen we graag dat die toezeggingen worden nagekomen. En vandaar, omdat er nog steeds geen plan ligt volgens ons, hebben we de volgende twee vragen. Wat is de status van het plan en wanneer kunnen we het plan tegemoet zien? Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Kom ik bij wethouder Schelen namens het college. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, hoe zit het nou precies met het plan? Ja, blijkbaar was er heel veel verwarring ambtelijk en over de school van gewoon wat gebeurt er nu precies. Dat was wel voor mij een reden om daags na de raadsvergadering de directeur te bellen. En zeggen van, goh, wat is er nu precies aan de hand? Want ik weet dat er uitstekende ambtelijke contacten zijn, maar blijkbaar is er ruis op de lijn. Want wij zijn toch al een tijdje bezig met zeg maar het in kaart brengen van deze problematiek. En hoe groot is het probleem dat je blijkbaar zelfs een brief hebt aangekondigd. Hè? Want de heer Middelkamp zei terecht van de scholen zouden een brief in het concept hebben liggen. En toen was van zijn kant zeg maar de aangeven. Ja, er zijn zeker vier die structureel op jaarbasis daarvoor nodig zouden kunnen zijn. Ik zeg, nou prima. Wij zijn bezig om dat in kaart te brengen en daar gaan we mee aan de slag. Hoe doen we dat? Twee manieren. Allereerst hebben we natuurlijk het bredere vraagstuk van de leerlingen van pro-VSO en entree, waar we het hier over hebben. Dat is een breder verband. Dan gaat het over het regionale werkbedrijf. Die heeft daar een algemeen plan voor opgesteld. Dat is in het portefeuillehoudersoverleg ook vastgesteld en goedgekeurd. Kan dus nu ook worden ingevoerd. En ik heb ambtelijk gevraagd om daar een raadsbrief over op te stellen. Die krijgt u zo mogelijk volgende week. Kern ervan is dat we zeg maar in ieder geval een regionale schakel en een makelpool voor deze leerlingen gaan creëren. Omdat ze in Ommen, ik denk dat dat wel belangrijk is om het even vast te stellen, het gaat in Ommen om kleine getallen. Dus dat betekent dat we de lijnen, juist ook omdat we de lijnen kort hebben, we in ieder geval alle leerlingen in beeld hebben. We hebben twee openstaande punten en die heeft u in uw motie. Daar ga ik er toch nog even extra op in. Er zijn twee openstaande punten die u ook in uw motie heeft aangemerkt. Dat is nieuw beschut werk en dat is wat te doen met leerlingen waarvan zeggen van ja, die zijn al doorontwikkelbaar, maar dat is zo'n afstand tot de arbeidsmarkten dat ze niet geschikt zijn om arbeid te verrichten. En op beide punten hebben we een pilot in de maak en we hebben afgesproken dat we nog voor de zomer daarmee zullen starten. Tot zover. Dank u wel. Ik kijk of de heer Middelkamp dit voldoende antwoord vindt voor dit moment. De heer Middelkamp. Ja, ik had het knopje ingedrukt, er was enige vertraging. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de vraag was wanneer kunnen we het plan tegemoet zien? En ik hoor dat er voor de zomer een pilot gestart wordt. We zouden het zeer op prijs stellen als aan die pilot een plan ten grondslag ligt, dat wij kennis kunnen nemen van dat plan. En de vraag was ook wanneer is dat plan beschikbaar? En ik heb u wel iets horen zeggen over dat er volgende week iets komt, maar ik ben even kwijt of dat nou het plan is of iets anders. Dus de vragen waren wanneer krijgen we het plan en wat is daar de status van? Wethouder Schelen kan het in dit geval ook vanaf deze plek doen. Eens kijken of dat lukt. Dat lukt. Als gezegd, we hebben een plan in breder verband in het regionale werkbedrijf. Voor het gehele verhaal van VSO-entree. En op basis daarvan kunnen wij concreet in deze gemeente ook een paar pilots doen. Dat doen we sowieso. Dat zouden we sowieso al gedaan hebben, zelfs al zou in het regionale werkbedrijf het plan er niet zou zijn geweest. Maar het past goed op elkaar. En misschien dat we uit dat plan ook nog extra middelen kunnen krijgen. Dat gaan we zien. Maar wat er ook gebeurt op de twee punten waar u ook de aandacht voor gevraagd heeft. Zowel het nieuw beschut als de leerlingen die juist lastig tot de arbeidsmarkt kunnen komen. Gaan we voor beide gaan we pilot doen nog deze zomer. En als gezegd over het plan van het regionale werkbedrijf krijgt u een raadsbrief. En wat mij betreft zal ik u ook op de hoogte stellen nog voor de vakantie over de beide pilots. Voorzitter, als het toch nog even mag. De heer Middelkamp. Dank u wel.
Bij de behandeling van de motie gaf de portefeuillehouder aan dat binnen 4 weken er een plan zou liggen. En als hij zoiets toezegt, dan is het prettig dat dat wordt nagekomen. Ik hoor nu dat er voor de zomer gestart wordt, maar ik ben nog steeds op zoek naar een toezegging, een datum, een nieuwe toezegging zal ik maar zeggen, waarop er een plan aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Ja, ik weet nou niet hoe ik het moet zeggen. Ik heb net gezegd, en volgens mij heb ik het zelfs 2 keer gezegd, dat er een plan is in regionaal werkverband, bedrijfverband. En dat dat plan al in portefeuillehoudersoverleg is goedgekeurd. En dat dat een mooie basis is voor pilots. En ik heb ook aangegeven van, goh, ook in Ommen, even los van dat plan, vinden we dit ontzettend belangrijk. Dus we gaan er sowieso mee aan de slag. In goed overleg met de scholen. En vandaar dus die pilots. Dus we zouden zelfs ongeacht het plan dit ding hebben gedaan. Dus het plan is er. Daar krijgt u informatie over in die raadsbrief. Volgens mij heb ik dat 2 keer gezegd. Ik stel het volgende voor, want ik denk niet dat u helemaal tot elkaar komt, is mijn inschatting. Zonder daarover zijn oordeel over te hebben. Er komt een raadsbrief aan, die is mogelijk volgende week al aan de orde. Die komt ook keurig langs. Als die in middel komt, dan denk ik, die zou ik willen bespreken, omdat dat niet voldoende. Nou ja, goed, dan is dat het moment om dat gesprek verder te voeren. D'accord. Doen we dat op deze manier. Dan ga ik verder met de agenda. Even weer op allerlei knoppen drukken. Dat is het verslag van 18 februari jongstleden. Daar heeft niemand zich op gemeld, dus ik neem aan dat we dat vast kunnen stellen. Dat is het geval. Dan de mededeling vanuit het college van BMW. Ik dacht dat de heer Schelen een mededeling heeft. Ja, die doet het. Voorzitter, ik heb zelfs 2 mededelingen. Allereerst betreft het Tinnenfigurenmuseum. Na de uitspraak van de rechter zijn een aantal bestuurlijke besprekingen geweest met het bestuur van het Tinnenfigurenmuseum. Het bestuur kiest ervoor om waar mogelijk de collectie in haar geheel te behouden. En dat is natuurlijk ook indachtig door deze gemeenteraad van om in ieder geval aanvaarde motie. Inmiddels zijn er een aantal musea die toch serieuze belangstelling hebben om hierover te spreken. Het bestuur heeft gevraagd om enige tijd in te mogen nemen. We hebben daarvan gezegd dat we in ieder geval parallel wel gaan uitzoeken, voor het geval dit niet tot een oplossing leidt, of de collectie tijdelijk kan worden opgeslagen in de kluis van het gemeentehuis. Binnenkort, in ieder geval medio april, vindt het vervolgbestuurlijk overleg plaats. Dat is het punt van de Tinnenfiguurmuseum. Dan nog een 2e mededeling. Dat betreft komende maandag. Dan hebben we in Grand Café de Rechter van Ommen hebben we de start van de Week van het Geld. Vanuit de VUV was de vraag van, goh, daar zijn ondernemers uitgenodigd, maar het is wat een vreemd om misschien over juist de Week van het Geld met de ondernemers te praten. En we hebben nog even gekeken naar het persbericht. Bleek dat het persbericht wat daar gemaakt was, het conceptpersbericht was. Dus dat is helaas niet goed gegaan. We hebben daar op basis daarvan een definitief persbericht gemaakt, waarin de bedoeling met name tot uitdrukking is gebracht waarom juist ook voor ondernemers het verhaal van armoede wel degelijk belangrijk is. Want het is wel degelijk een punt dat veel werknemers, zeker die in schulden zijn, dat het ook een last kan zijn, ook op het werk. En daar gaan we juist die maandagochtend over spreken. Uiteraard, indien de raad daarvoor belangstellend is, dan zijn ze ook van harte uitgenodigd. Tot zover, voorzitter. Excuus, dank u wel. Dan waren dit namens het college de mededelingen. Dan kom ik bij het eerste bespreekpunt van vanavond. Dat is de gewijzigde begroting 2016 van de BOH op verzoek van de fractie van de LPO. Dus ik wou de heer Bongers maar als eerste het woord geven. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben er expliciet om gevraagd om deze begroting toch te behandelen. Normaliter zou eigenlijk deze wijziging van de begroting van de bestuursdienst om Hardenberg geen aanleiding moeten zijn om er een bespreekpunt van te maken. Immers, het gaat om een financiële consolidatie van een pakket van taken en dienstverlening uit te voeren door de BOA op basis van de begrotingen van de gemeente Ommen en Hardenberg. En ja, zolang daar niets in wijzigt, zou dat ook geen aanleiding hoeven te zijn voor een bespreekpunt.
Echter, wij zien toch een aantal ontwikkelingen waar we graag toch verder over willen spreken. Maar eerst een aantal in zijn algemeenheid. De begroting van de bestuursdienst bevat een tiental pagina's met een aantal groot aantal goede bedoelingen en verbeterde doelstellingen. Nou, dat juichen wij alleen maar toe. Prima, goede zaak. Ambities, die zitten er goed in opgenomen. Die ambities zijn volgens ons ook de enige bestaansrecht van de bestuursdienst. Want daarvoor hebben wij een bestuursdienst in het leven geroepen. De bestuursdienst die moet de samenwerkingsverband die moet ons wat opleveren. Daar hebben we met elkaar een aantal criteria voor vastgesteld. Het moet meer kwaliteit brengen, het moet lagere kosten opleveren. En de verlaging van de kwetsbaarheid van de organisatie, ambtelijke organisatie. Dus prima. Toch roept de begroting bij ons een aantal vragen op. Allereerst willen wij meer duidelijkheid hebben over de status van de personeelsreductie. In de begroting wordt het mobiliteitsbureau omschreven, maar wij willen gewoon in getallen weten hoe hangt de vlag er nu bij. Zitten we qua uitstroom nu op schema? En wat is het vervolgschema? Opvallend vinden wij ook dat er bureautjes ingehuurd worden om voorstellen te doen voor bezuinigingen op korte en lange termijn. Kan het management van de bestuursdienst zelf geen bezuinigingen bedenken? Je mag toch aannemen dat management in staat is om zelf na te gaan hoe de organisatie in elkaar zit. Maar ja, zolang de bestuursdienst nog genoeg geld heeft om bureautjes in te huren, om te bepalen waarop bezuinigd kan worden, kan het budget van de bestuursdienst ook nog wel omlaag, zou je denken. Dan, voorzitter, dan kom ik tot het fundamentele punt. Het aanhouden van reserves door de bestuursdienst om Aardenberg. En laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. De LPO-fractie is van mening dat dit ten principiale niet nodig is. Ik neem hier meteen onze zienswijze die wij zullen indienen mee in de argumentatie daarvoor. De bestuursdienst om Aardenberg is een uitvoerende organisatie, een ambtelijke organisatie voor de deelnemende gemeente Ommen en Aardenberg. Er is een duidelijk afgebakend takenpakket en budgetten waar de BOH de deelnemende gemeentes voor moet bedienen. De bestuursdienst moet in staat worden geacht om deze taken en dienstverlening kwalitatief en kwantitatief binnen het takenpakket en budget uit te voeren. Er is afgesproken dat tekort of overschot in de exploitatie van de bestuursdienst voor verrekening komen bij de deelnemende gemeentes. Dat betekent naar onze mening dat de BOH in principe geen algemene reserve of een post onvoorzien behoeft aan te houden. We begrijpen dat om praktische redenen de BOH een maximale reserve aan kan houden ter hoogte van €200.000. Wij vinden dat de bestemmingsreserves die in de begroting staan uitsluitend gebruikt mogen worden voor de bestemming waarvoor ze gevormd zijn. En dat bestemmingsreserves niet gebruikt mogen worden om afwijkingen van budgetten van onderliggende programma's te vereffenen. Ook vinden wij dat er geen stille reserves mogen worden aangelegd door middel van een hogere rekenrente dan de werkelijke rente die betaald moet worden. En de slotsom zou moeten zijn, maar dat is bij deze begroting dan nog niet aan de orde, want de reserves zijn begroot op €200.000. Maar al het meerdere zou terug moeten vloeien naar de deelnemende gemeentes Ommen en Aardenberg, oftewel naar de inwoners. Wij spreken ook uit dat deze mening van de gemeenteraad Ommen bij deze genoemde 6 punten beschouwd moet worden als een zienswijze. En we dienen dan ook een motie in, die mede is ondertekend door het CDA, de VOV en de ChristenUnie, waarin wij namens de gemeenteraad van Ommen bij bestuur van de bestuursdienst Ommen-Aardenberg en de BOH de begroting van 2016 proberen of vragen conform aan te laten passen. Dat was even een moeilijke zin, maar hij staat ook op papier. Zoals ik al aangaf, hij is ondertekend door 4 partijen. LPO, CDA, VOV en ChristenUnie. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan is de motie onderdeel geworden van de beraadslagingen en zal die straks mogelijkerwijs bij de besluitvorming worden betrokken. Ik denk dat ik naar de fractie van de ChristenUnie ga. Als tenminste behoefte is aan verdere bespreking. Oké. De fractie van de Partij van de Arbeid niet. De fractie van de VVD niet.
wel, mevrouw Schunselaar. Voorzitter, ik wacht eventjes de beantwoording van de wethouder af. De reactie daarop, dank u wel. Dank u wel. De heer de fractie D66, de heer De Vries, Robles. Voorzitter, wij hebben uitgebreid gesproken over de BOH en het verbeterprogramma en daar zijn 4 speerpunten uitgekomen. En het stuk wat nu voor ons ligt is niet anders dan het hervormgeven van de begroting van de BOH die we hebben goedgekeurd op die 4 programma's. Het verzoek namens mijn fractie zou wel eens zijn of wij over de voortgang van die programma's misschien op periodieke basis eens per half jaar gerapporteerd kunnen krijgen. Dat zou ons denk ik met name ook interesseren. Dank u wel. Fractie van de VOV, de heer Middelkamp. Ja, mag vanaf die plek wel. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we zijn achteraf best wel blij dat de LPO heeft verzocht om dit stuk te bespreken. Want wij hadden 3 bespreekpunten in gedachten. 1 daarvan is zojuist al middels de motie, zienswijze, naar voren gebracht door de LPO. Dus, en daar sluiten we ons bij aan, dus daar zal ik niet meer over spreken. Er blijven er 2 over waar ik graag iets wat actualiteit betreft aan u zou willen vragen. Uit de begroting van de BOH blijkt namelijk dat er €938.000 hoogstwaarschijnlijk niet gerealiseerd gaat worden aan bezuinigingen. In de begroting van Ommen 2016 staan de bezuinigingen als volledig groen ingevuld. Die zijn als het ware ingeboekt en toch is er een gat. Gelukkig is er ruim 3 ton aan alternatieve bezuiniging gevonden en er is een extern bureau, zoals al gememoreerd, gevraagd en die heeft de aanvullende ruim of bijna 6 ton gevonden. Maar die moeten nog wel geboekt of gerealiseerd worden, zal ik maar zeggen. De vragen zijn of de portefeuillehouder de status van deze aanvullende taakstelling van €938.000 kan duiden en kan aangeven welke gevolgen er zijn voor de begroting 2016 van de gemeente Ommen, dan wel welke er worden voorzien. De tweede, voorzitter, gaat over de loonsomkosten schrap frictiegelden. In 2016 wordt het laatste deel van het totale budget van de frictiegelden, de mobiliteitsfunctionaris en het kwaliteitstraject besteed. En daarmee zou de formatiereductie moeten worden afgerond. In 2017, als we de stukken er goed op nalezen, wordt ook in de begroting van de BOH hiervoor geen kosten meer opgevoerd. Derhalve hebben we de volgende vragen. Wordt de formatiedoelstelling in 2016 in zijn geheel gerealiseerd? En is het reëel dat er na 2016 geen budget meer is opgevoerd, dus zeg maar in 2017, geen budget is opgevoerd en dat er dus ook geen consequenties zijn verbonden voor de begroting van de gemeente Ommen in 2017? Dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Fractie van CDA ook niet. Dan stel ik voor dat we de vergadering 5 minuten schorsen, omdat we even het college moeten bepalen wie woordvoerder is. En ik denk dat er ook even gekeken moet worden naar een paar vragen die wat op de details ingaan, waar we denk ik even over moeten overleggen. Dus ik heropen de vergadering om 9:55. Ik wou de vergadering heropenen. We hebben net in het overleg van het college geconstateerd dat ik toch echt woordvoerder ben, gelet op de gestelde vragen en de bespreking. Dat is ook geen bezwaar, maar dat betekent dat het wel verstandig is dat de waarnemend voorzitter dit onderdeel voorzit. De waarnemend voorzitter is alleen ook namens zijn eigen fractie woordvoerder op het dossier. Dus als u hem toestaat dat hij, als hij behoefte voelt om iets tegen de vertegenwoordiger van het college te zeggen, dat hij dat dan ook doet als laatste in de rij, dan denk ik dat we dat ordentelijk zo kunnen doen. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder. Ja, het systeem is wat traag, maar het komt aan. Dank u wel, voorzitter. Het is ergens denk ik wel goed dat we deze discussie nu hebben. Niet zozeer vanwege de inhoud, maar wel even voor de formaliteiten der dingen. Laat ik daar maar mee beginnen. Toen wij in de vorige vergadering dit geagendeerd werd, dacht ik van goh, dat is wel interessant, want wat zou nou de aanleiding zijn om deze bespreking te doen? Nou, dat heeft zich vandaag ontvouwd. En daar is ook helemaal niks mis mee, want we zitten ook bij elkaar om dingen met elkaar te bespreken. Maar het is in die zin wel wat raar, laat ik dat woord maar gebruiken, maar in de vriendelijkste bewoordingen. Omdat feitelijk het eigenlijk de inhoudelijke invulling is van iets wat financieel al lang is vastgesteld, ook door de gemeenteraad. En
wat ook bij die vaststelling is afgesproken met de raad, namelijk dat er nog een inhoudelijke lading onder zou komen te liggen. Waarom gebeurt het op deze manier? Dat heeft eigenlijk alles te maken met hoe wij gemeenschappelijke regelingen met elkaar geregeld hebben, namelijk dat de vaststelling van de begroting vooruitloopt op de begroting zoals die door de gemeenteraad over de eigen gemeente wordt vastgesteld. Nou, het proces heeft zich hier ook doorlopen. De inhoudelijke lading, dus eigenlijk de jaarplannen waar de BOH op werkt, is gevoegd binnen de financiële kaders. En binnen de financiële kaders, zoals die zijn vastgesteld door uw raad, wordt nu uitvoering gegeven om ook te zorgen dat de doelstellingen die u heeft geformuleerd en die ook belangrijk zijn, zodat ook de kwaliteit, hè, de heer Bongers zei het ook, dat is eigenlijk het enige bestaansrecht van de BOH, efficiëntie, kwaliteit, dat die ook gehaald wordt. Dat is ook precies de reden waarom eigenlijk in het de gemeenschappelijke regeling, zoals die is vastgesteld en ook door de gemeenteraad van Om is vastgesteld, ook bepaald is dat bij dit soort stukken, wanneer het alleen gaat om een inhoudelijke lading, er ook geen sprake kan zijn van de zienswijze. Nou, dan zou ik kunnen zeggen, nu, nou, dat is mooi, geconstateerd hebben dat u geen zienswijze kunt indienen, zijn we uitgesproken. Nou, dat lijkt me ook niet helemaal goed, dus ik ga nu net doen alsof u wel een zienswijze kunt indienen, maar het kan dus eigenlijk niet. Dus ik zal zo iets zeggen over of de motie wel of niet kan. Maar misschien toch wel even goed om dat tegen elkaar te zeggen. Dus als u inhoudelijk met elkaar de discussie wilt, moeten we volgende keer er wat scherper op zijn met elkaar, zeg ik maar, dat we dat doen op het moment dat de begroting aan de orde is in de primaire financiële zin. En ja, op dit moment kan dat eigenlijk niet meer. Maar dat maakt niet zoveel uit, want u maakt een aantal opmerkingen waarvan ik denk wel goed is dat ik daar iets over zeg. En volgens mij zit de zorg met name op, ja, ik denk twee thema's, als ik dat zo moet zeggen. Halen we het nou wel de doelstellingen die we hebben gehaald, met name rond de personeelsreductie? Dat is denk ik wel een thema als ik zo even kijk. En de andere is, hoe zit het nou eigenlijk met die reserve en is dat nou wel slim? Nou, als ik kijk naar de personeelsreductie en de zorgen daarover, dat begrijp ik ergens wel, want het is denk ik ook een stevige ambitie die is neergelegd bij de BOH. Daar heeft u overigens ook de ruimte voor gegeven door het beschikbaar stellen van frictiegeld en andere financiële mogelijkheden om die formatieve reductie ook te realiseren. Dat laat onverlet dat altijd als er sprake is van een reductie, je wilt dat op een vriendelijke manier doen, dat dat best spannend en ingewikkeld is. Maar u moet zich ook realiseren dat we nu halverwege dat proces zitten, aan het begin van 2016. En dat we op dit moment het idee hebben dat we de geplande doelstelling gewoon gaan halen. En het is in ieder geval zo dat we nog in het dagelijks, nog in het algemeen bestuur op dit moment indicaties hebben dat we de doelstelling zoals geformuleerd binnen de financiële kaders niet zouden halen. Maar ik zeg u wel, en dat geldt voor alle leden van het college, want we hebben allemaal een rol in de BOH, dat we daar wel actief op sturen. Omdat we ook wel zien dat het gewoon belangrijk is voor wat betreft de financiële doelstelling om op dat punt gewoon er bovenop te zetten. Maar dat geldt ook voor de directie. Dus die zit daar niet anders in. Dus dat is echt wel iets waar we gezamenlijk nadrukkelijk aan werken. Maar op dit moment geen reden tot verontrustheid, maar ons allemaal realiseren dat het een belangrijk punt is. En de andere is de reserve. En ik herinner me ook dat we, volgens mij zelfs op initiatief van de CDA-fractie, bij de bespreking van de begroting ook met elkaar gewisseld hebben dat 6 ton wel genoeg is. En dat u ook heeft gezegd dat het zou belangrijk zijn dat de leden van het bestuur inbrengen vanuit de gemeente Olmen, dat het daar ook maar bij moet blijven. Dat die trendmatige stijging naar 1 miljoen, dat we dat even niet doen. Toen hebben we ook met elkaar daar wat over gediscussieerd. En volgens mij hebben we toen ook namens het college geconcludeerd dat, ja, dat gevoel eigenlijk wel een helder signaal is. De gemeente Olmen heeft te kampen met een financiële situatie die anno 2016 anders is dan anno 2010. We moeten onze dubbeltjes omdraaien. Dus dat betekent ook dat je kritisch kijkt naar stille vermogens. Dus de vraag is ook aan de orde van, hebben we nou een stil vermogen op dit moment? Zijn we dat aan het opbouwen bij de bestuursdienst? Nou, dat is niet mijn indruk. Om tot een algemene reserve te komen van 1 miljoen, er staat natuurlijk een achtergrond achter, zoals er bij de gemeente Olmen ook het geval is. We hebben een algemene reserve van, ik dacht, ongeveer 4,5 miljoen. En die is bepaald op basis van een risicoanalyse. Nou, dat is bij de BOH in de tijd niet anders gebeurd. Er is een risicoanalyse geweest en die heeft laten zien dat het verstandig zou zijn om een algemene reserve van ongeveer 1 miljoen aan te houden. Ja, die situatie is niet wezenlijk veranderd. Dus toen wij hier met elkaar zeiden, het kan wel 6 ton worden, hebben we eigenlijk ook gezegd, oké, we accepteren dat we niet aan een volledige dekking van de geïdentificeerde risico's toegaan. En we accepteren dus dat mocht het fout gaan, de heer Bongers zei het zelf, dat feitelijk de achterliggende partijen, de twee gemeenten, daar dan ook de rekening voor gepresenteerd kunnen krijgen. Ja, die optie kun je altijd kiezen. Dus we zouden zelfs kunnen zeggen, er is een nul reserve. Maar dan moeten ze gerealiseerd dat feitelijk de speelruimte binnen de bestuursdienst nul is. En dat alle risico's gewoon afgewenteld worden op de beide gemeenten. En dat u in de
risicoparagraaf van de gemeente dat ook moet onderkennen en daar dus ook moet zorgen voor een buffering. Dus per saldo levert het u niks op. Het enige wat we zouden kunnen doen is een actualisatie van de risico's om te kijken of de 6 ton in ieder geval toereikend is. Maar om dit moment zeg van we gaan sowieso omlaag, maar even last van het feit dat het niet kan, lijkt mij niet verstandig. Wat me wel verstandig lijkt, is dat we dat gevoelen dat hier toch bij herhaling wordt benoemd, dat we dat overbrengen richting het bestuur. En dat we het bestuur vragen om een actualisering van de risicoanalyse, om te kijken of in ieder geval die 6 ton bij de tijd is en of dat klopt. Zou het minder zijn? Nou, dan kunt u ook met gerust gemoed zeggen, het kan wat omlaag. Want de onderliggende gedachte begrijpt het college heel goed. Maar is dat niet zo, ja, dan is het loten mouw reizen waar u het bewaart en dan, of waar u de reserve aan had. Het kan bij de gemeente zijn, maar ook bij de BOH. En ik denk zelf in alle eerlijkheid, ja, het is een gezonde organisatie waar pak een beetje 40, 45 miljoen in omgaat. Ik ken geen organisatie die een kleine reserve hanteert. En de reserve die hier gehanteerd wordt, is, zit aan de onderkant van wat gangbaar is. Dus ik zou u dat niet adviseren in ieder geval. En voorzitter, dat zeggende, begrijp ik de motie. Kan ik ook heel goed volgen wat hierin tot uitdrukking wordt gebracht. Maar ik kan geen zienswijze overbrengen. Ik kan wel een gevoelen benoemen, dat wil ik met alle plezier doen, omdat ik denk dat dat niet alleen door de vier fracties die hier onderkend wordt of onderschrijft, maar door de raad in de brede zin wel wordt onderkend. Maar dat we dat dus op een andere manier invulling moeten geven. Allereerst door te kijken naar, zijn de risico's nou nog actueel? Nou, dat kunnen we goed doen. Ik denk dat dat ook voor de collega's uit Hardenberg interessant is. En verder zou ik wel de opmerking van de heer De Vries Robles over willen nemen. Dat we gewoon in onze PNC-cyclus ook gewoon moeten zorgen voor een goede verantwoording op de mate waarin we de vier doelen die we onderkend hebben, die ook hier keurig opgeschreven zijn, hoe het daarmee staat. En dat u daarop stuurt en dat wij daarop sturen, nou, dat vind ik vanzelfsprekend. Dus ik hoop dat ik op deze manier de raad overtuig dat deze motie op dit moment niet zo verstandig is. Maar als u mij de ruimte biedt om op de manier zoals ik dat net verwoord heb dat over te brengen, dan denk ik dat dat evenveel kracht heeft. Dank u, voorzitter. Wie wenst hierover het woord? Er wordt gevraagd om een schorsing. De heer Bongers wil graag een schorsing. We gaan eerst over tot schorsing. Ik heropen de vergadering en het woord is aan de heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. We hebben met de indienende partijen hebben we eventjes overleg gehad. En wij zijn gezamenlijk tot een bepaalde conclusie gekomen. Allereerst wil ik nog wel eventjes ingaan op wat de burgemeester aangaf op de procedurele kant. Kun je op dit moment een zienswijze indienen? Waar het ons valm gaat, is dat wij een signaal af willen geven. En ik denk zelf dat we de raad als raad misschien wel in het verleden te meegaand zijn geweest. Misschien te goedgelovig is misschien niet het goede woord, maar te weinig alert zijn geweest. En ik denk dat dit wel het moment is om een bepaalde signaal, een uiting te geven, die wij heel erg belangrijk vinden. Ook wat u zelf al aangeeft, gewijzigde omstandigheden, nieuwe inzichten kunnen leiden tot nieuwe aanpak. En die nieuwe aanpak zou wat betreft de indienende partijen zo kunnen zijn dat wij vinden dat er niet per definitie nu een motie /zienswijze ingediend hoeft te worden. We hebben van u begrepen dat u bereid bent om ons onze zorgen en ons signaal mee wil nemen naar de bestuursdienst. En dat houdt in dat wij mee kunnen gaan en zeggen van, ja, de huidige begroting is zoals die is. Die gaan wij niet openbreken. Maar het signaal is wel tegelijkertijd dat wij vinden dat het streven van een reserve van 2 ton en het niet aanhouden van stille reserves, daar willen wij aan vasthouden. En wij draaien het om. Wij vragen aan de bestuursdienst om aan te tonen dat het aanhouden van een reserve van circa 600.000 euro wel noodzakelijk is. Wij gaan ervan uit dat de bestuursdienst met een reserve zonder stille reserves met 200.000 euro uit kan. En als het meer nog moet zijn, dan horen wij dat graag. Of liever niet graag. En daarbij nog toch wel een aantekening. En dat is geen grapje. Wij hopen niet dat daar de bestuursdienst weer een bureautje gaat inhuren. Maar dat u
bestuursdienst zelf zo capabel is om daar een goede analyse op los te laten. Daar wil ik bij laten, voorzitter. Dus wij trekken onze motie zienswijze terug. De heer De Vries Robles, die had voor de schorsing het woord gevraagd. Ja, maar die vraag is inmiddels opgelost door even consultatie van de tafel aan de overkant. En daar zal misschien zo nog iets over gezegd worden. Dan is het woord aan de burgemeester. Ja, dank u voorzitter. Klopt inderdaad dat de heer De Vries Robles zich net even bij mij meldde en mij een vraag stelde. Toen dacht ik, dat had ik in eerste termijn ook nog even willen zeggen, dus dat is me ontschoten. Maar het is goed dat ik nu in de herkansing dat nog een keer kan doen. Dat is misschien ook goed voor de anderen. Reageer ik ook indirect wel op wat de heer Bongers heeft ingebracht. We hadden inderdaad een meerjaarperspectief en daar komt denk ik ook de 2 ton vandaan. Het idee van 2 ton is toereikend. Vervolgens is er een soort van risico, niet een soort van, er is een risicoanalyse geweest. En die liet zien 1 miljoen is verstandig. Vervolgens is bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 ook hier in de raad besloten om de 4 ton toe te voegen uit het jaarresultaat. En volgens een groot deel van het jaarresultaat terug te laten vloeien naar de 2 deelnemende gemeenten. En toen heeft uw raad ook gezegd, dat was waar ik ook aan refereerde, ook mede op initiatief van de CDA-fractie, maar dat gold volgens mij raadsbreed op dat moment, van, maar dan is het ook wel genoeg. We krijgen natuurlijk binnenkort wederom een jaarrekening, in dit geval 2015, van de BOH, en ook daar moeten we weer wat van vinden. Je zou kunnen zeggen, de ingezette lijn is richting de miljoen. Nou, daarvan heeft u eerdere gelegenheid gezegd van, maar die 6 ton is genoeg. En nu gaat u eigenlijk nog een stapje verder van, wat ons betreft 6 ton is eigenlijk al te veel. Gaan we terug naar de oorspronkelijke 2 ton. Nou, ik moet zeggen dat op de 6 ton in het dagelijks en algemeen bestuur ook door de collega's uit Hardenberg op een positieve manier gereflecteerd werd. Dat herkenden ze ook vanuit het bespreken van hun eigen gemeenteraad. Dus in die zin zijn de discussies in beide gemeenten denk ik ook niet wezenlijk anders. Maar er ligt dus een onderbouwing aan ten grondslag, dat heb ik u ook net genoemd. Ik denk dat het gewoon goed is dat wij ons, en dat zou bij de jaarrekening kunnen, dat is het eerstvolgende moment in de PNC-cyclus, dan nog eens even heel goed tegen het licht houden van hoe ziet nou die risicobouw eruit, wat wordt daar nou voor risicoreservering erbij. Duidelijk in de gedachte dat 6 ton wat u betreft echt wel de max is en dat het op dit moment niet aan de orde is om er extra dingen aan toe te voegen. Met de kanttekening dat als het dan fout gaat, ja, u zich moet realiseren dat het mogelijk hier terugkomt en dat mogelijk ook onze accountant, die zoals u weet redelijk scherp is als het gaat om het identificeren van risico's, daar iets van vindt. Maar goed, daar zijn we allemaal bij. En als het minder is, zeg ik de heer Bongers, ja, dan kan het ook minder. Hè? Want wij zijn er in ieder geval ook vanuit het college niet op uit om stille reserves te hanteren, want geld moet gewoon werken voor de samenleving. Zeker op dit moment, want u weet dat de Europese Centrale Bank de rente inmiddels tot 0% heeft verlaagd. Dus nou, als iets aantoont dat dat aan de orde is, dan is dat het wel. Nou, ik denk dat ik blij ben, laat me zeggen, met het begrip van de Raad voor de juridisch formele positie. Maar begrijp goed dat wij u goed gehoord hebben. Dat we dat signaal ook nadrukkelijk mee zullen nemen richting de dagelijks en algemeen bestuur van de BOH. Dat we ook eendachtig eerder gemaakte opmerking gewoon goed kijken hoe we dit goed in de PNC-cyclus krijgen. Dat we ook elkaar scherp houden. Want wat mij betreft is de Raad niet goed gelovig. Maar je moet het ook met elkaar gaandeweg de reis verder ontdekken. Nou, volgens mij staan we daar nu in. Dus we gaan dat gesprek gewoon voeren. We komen hierop terug. Ik denk dat het meest logische moment is bij de vaststelling van de jaarrekening 2015. Dat we dan dit gesprek wat diepgaander kunnen voeren. Voorzitter, ik denk dat het zo afdoende is. Dank u. Dan sluiten we dit onderwerp af. En geef ik het voorzitterschap weer aan u. Dank u wel. Volgens mij zijn we dan ook bij het einde van de vergadering gekomen. Waar het niet dat er aan het begin van de vergadering een motie was ingediend. Is de heer De Jonge in voor een goede slechte grap of zal ik dat maar niet doen? Nou, ik wou zeggen, ik heb net bericht gekregen dat er onder de rotbrink schaliegas gevonden is. Dus misschien kunt u de motie nog heroverwegen, maar... Dat dan niet op de overzichtskaartjes. Nee. De heer De Jonge, dit was een grap voor de kijkers thuis, voor de goede orde. Zal ik u voor de grap uw kaart weer teruggeven? Nee, dank u wel. Je moet je grenzen weten kennen en ook je grenzen kennen. En die ken ik, voorzitter, want die schaliegas op de Rotbrink...
Die zit er, als ik goed geïnformeerd ben, niet. Die ligt wat meer in zuidwestelijke kant, waar in het verleden, voorzitter, al proefboringen zijn geweest. En dat was volgens mij in de buurt van Vilsteren en Dam-Zolte. Toen is het hier ook in deze gemeenteraad aan de orde geweest, schaliegas. De toenmalige minister heeft volgens mij en toen de boel een beetje in de ijskast gezet. En voorzitter, net als vele raadsleden, statenleden, colleges in onze provincie, ben ik ontzettend geschrokken van het conceptresultatenrapport van Touw, wat in opdracht van het ministerie gemaakt is. En daar staat een summiere tekening in waar je echt heel goed moet zoeken van, valt onze gemeente dan wel hier in de buurt, valt dat onder schaliegasrijk bodem. Ik heb nog wat verdere informatie gedaan bij wat instellingen en bij wat milieubewegingen. En er zit bij ons inderdaad in Ommen en dicht bij Ommen schaliegas in de grond, voorzitter. Wij als VOV, en gelukkig zult u dadelijk zien bij de mede-ondertekening van de motie, bij ook veel andere fracties, maken ons daar heel erg zorgen over. In ieder geval de boring naar die schaliegas en de gevolgen daarvan voor het milieu, maar ook de gevolgen voor de risico's voor de burgers. Kom ik straks even terug in de motie. Voorzitter, ik ben me ervan bewust dat in de Tweede Kamer, en volgens mij is dat op initiatief van D66, dit aan de orde gesteld is en dat er, zo het er nu op lijkt, draagvlak is om de boring van schaliegas in Nederland uit te stellen tot 2023. Voorzitter, maar ik heb er toch voor gekozen, net als voor mijn andere gemeentes, ik heb begrepen dat Hardenberg ook een motie heeft aangenomen, om toch de motie in te dienen, want een goed statement af te geven dat wij in Ommen niet gecharmeerd zijn van het boren naar schaliegas. Voorzitter, vandaar die rekening, dus de motie, de conclusie geconstateerd op het rapport van Touw in opdracht van het ministerie, en ik zal hem voorlezen, is van mening dat boring, en dat heet volgens mij frekken naar schaliegas in Ommen en de regio, grote risico's voor de volksgezondheid en de veiligheid met zich meebrengt. Laat ik helder zijn, voorzitter, ik heb me gericht op Ommen, maar die risico's gelden natuurlijk niet alleen voor Ommen, die gelden voor alle plekken waar er naar schaliegas geboord wordt. Boring naar schaliegas met het zogenaamde boormethode frekken, grote risico's met aardbevingen tot zich meebrengt. Nou, dit hebben we al gezien in het noorden van ons land, daar willen we volgens mij in Ommen ons niet aan blootstellen. Het boren naar schaliegas, enkele ernstige vervuiling van bodemwater met zich meebrengt. Nou, ik had de motie al geschreven en onze waterleidingbedrijf die heeft er ook al een opmerking over gemaakt. We hebben in Ommen een aantal plekken waar we water uit de grond halen, dus ook dat risico is groot. De chemicaliën die bij het boren naar schaliegas worden gebruikt, ernstige bodemverontreiniging met zich meebrengt. Boren nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van het drinkwater, heb ik net ook al iets over gezet. Het aanboren van fossiele energiebronnen een achterhoedegevecht is en beter worden ingezet op de duurzame vormen van energieopwekking. Dat is een hele mooie toevoeging, moet ik eerlijk bekennen, van de ChristenUnie-fractie. En die heb ik er graag aan toegevoegd. Voorzitter, draagt het college op, het dictum, bij provinciale en landelijke overheid beroep aan te tekenen tegen de plannen om in de gemeente Ommen en deze regio naar schaliegas te boren. Met overige gemeenten in Overijssel samenwerking te zoeken om de krachten te bundelen. De gemeenteraad periodiek te informeren over de stand van zaken en gaat over tot orde van de dag. Voorzitter, deze motie is mede ondertekend door de ChristenUnie-fractie, CDA-fractie, LPO en de Partij van de Arbeid-fractie. En ik zal hem hierbij via de griffier overhandigen. Dank u wel. De heer De Jonge. Wenst een andere fractie hierover het woord voor? De heer De Vries Robles, D66. U mag van mij op die plek. Want het zal u duidelijk zijn, ook refereerde u er al aan, dat er landelijk vanuit D66 in ieder geval initiatief is om tot een verbod van het boren naar schaliegas te komen. Maar mijn vraag aan u is,
Heeft deze motie nu twee doelen? Namelijk 1. Dus de vraag, is dat het doel van de motie? Om deze gemeenteraad de uitspraak te laten doen dat wij op het grondgebied van Ommen geen boeren naar schaliegans wensen. Dat is 1. En 2. Er loopt namelijk op dit moment een... Ja, je mag volgens mij zienswijzen inbrengen tegen het voorstel wat op dit moment... Het heet een consultatieronde volgens mij. Vraagt u nou het college om in het kader van die consultatieronde die nu loopt... een zienswijze in te dienen dat er in de gemeente Ommen niet naar schaliegas geboord mag worden? En als u die twee doelstellingen op die manier bedoelt met deze motie... dan vond ik dat ze iets helderder verwoord hadden kunnen worden. Ik kijk even of er anderen zijn die nog iets zouden willen zeggen. Mevrouw Schunselaar. Ja, voorzitter. De motie gehoord hebbende en de berichtgeving gelezen hebbende... ben ik van mening dat op dit moment de motie overbodig is. Ik krijg hem nu net uitgereikt. Overbodig is omdat het besluit genomen is... dat er uitgesteld wordt tot het jaar 2023. Dus wat de VVD-fractie betreft zal ze ook niet meegaan met deze motie. Dank u wel. Dank u, anderen. Dan is er nog vraag gesteld aan de heer De Jonge. Die mag wat mij betreft van die plek ook beantwoorden. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, eigenlijk het antwoord... op de vraag van de heer De Vries Cobles, het moet beide ja zijn. En ik zou het liefst, zeg maar, willen zien. En misschien is het, in mijn optiek is het goed verwoord in de motie. Zou ik de uitspraak willen doen, nu niet en nooit niet. In Ommen en de regio van Ommen. En wat mij betreft in heel Nederland ook niet. En in antwoord, voorzitter, op de reactie van de VVD-fractie... twee dingen, voorzitter. Allereerst is het besluit nog niet genomen in de Tweede Kamer. Er ligt een voorstel die nog volgens mij behandeld moet worden. En tweede, ja goed, het verbaast me ook niet dat de VVD-fractie de motie niet ondersteunt. Want het sluit wel aan bij hun landelijke visie. Alleen wil ik aan mevrouw de Schunselaar vragen van... En dat klinkt heel erg flauw, maar dat is niet zo bedoeld. Laat ik er ook helder in zijn. Want mevrouw Schunselaar die maakt zich altijd nog wel heel erg hard voor filsteren. En ik heb begrepen dat daar nu in de omgeving juist de plek is waar schaliegas geboord kan worden en waar dat schaliegas, waar Ale ooit naar geboord is. Blijft mevrouw Schunselaar, wanneer er in die regio, dus regio Damsholt en Vilsen, waar ooit proefbeelden zijn gedaan door volgens mij Hardenberg BV heet het bedrijf, althans woorden van gelijke bedrijven met een naam van gelijke strekking, blijft mevrouw Schunselaar dan ook nog bij haar besluit om voor schaliegasboring te zijn? Ik vind eigenlijk, meneer De Jonge, dat dat geen... vraag is die u hier hoort te stellen. Want het is een hele suggestieve opmerking. Die ook geen recht doet aan de bijdrage van mevrouw Schunselaar in dit debat. U kunt het niet met elkaar eens zijn, met alle begrippen overigens. Maar het is een beetje flauw om iemand te vragen als zijn persoonlijk belang aan de orde is. Of die dan anders in de discussie zit. Zo zouden we niet met elkaar om moeten gaan. Dus ik stel u voor dat u nu suggereert dat u dat niet heeft gezegd. Voorzitter, normaal zou ik het ook niet gezegd hebben. Laat het gewoon helder zijn. Maar ik heb bij mijn inleiding in de richting van mijn schoonzenaar wel wat gezegd. En daar blijf ik wel bij. Want ik hoor wel heel veel vanuit de mond van mevrouw Schulzenaar bij andere onderwerpen als het, dat we filteren niet moeten vergeten. Ik zit hier in het algemeen belang van Ommen, laat het helder zijn. En ik ben het niet met de VVD-standpunt eens, laat het ook helder zijn. Dat mag natuurlijk, hè, maar we zitten allemaal voor het algemeen belang volgens mij. Ik kijk nog even of de behoefte is aan het, binnen het college om... iets te zeggen. Wethouder de Keurs heeft ook een bijdrage. Oh, die wil een schorsing. Excuus. We schorsen de vergadering 1 minuut. Ik wou toch de heer de Keurs namens het college een korte opmerking laten maken. De vergadering is heropend. Ja. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik begrijp de intentie en de strekking van deze motie. Alleen het betreft hier nog steeds een concept. En u vraagt van het college om beroep aan te tekenen tegen een concept. Volgens mij kun je in dit stadium alleen nog maar een zienswijze indienen. Zoals u in juli 2014 op de valreep ook het college hebt opgedragen om een zienswijze in te dienen tegen het toen voorgenomen visie. Dat heeft het college toen ook gedaan. Op 8 juli heeft het college toen een besluit genomen. Dus verstuurd per 9 juli, was net op de valreep.
Die strekking is van toen was mij helder, namelijk het past niet in de visie duurzaamheid van Ommen. Omdat, en u gaf het zelf ook al aan, in het kader van de duurzaamheid die wij hier nastreven, je niet moet gaan zoeken naar fossiele brandstof of restanten daarvan die in lijsteenlagen in het zuiden van Ommen volgens het overzichtkader nog aanwezig zijn. Ik wil dit even terugleggen op de afdeling. De strekking is mij helder. En dan de afweging laten maken of wij een zienswijze of een bezwaar beroep moeten starten. Maar wel omdat dinsdag is hij in Hardenberg aan de orde geweest. En daarin ging hij verder namelijk om Hardenberg uit te roepen tot een schalievrije gemeente. Ik heb begrepen dat ook die strekking hierachter gezocht moet worden. En in het kader daarvan zal ik de samenwerking zoeken in ieder geval met Hardenberg en de overige gemeente in onze omgeving. Om te kijken of we dat breed kunnen uitdragen en ook net als de provincie een schalievrije provincie wil zijn. Dus ik kom hier nog inhoudelijk op terug ten aanzien van de te nemen stappen. Maar de strekking is me helder en ik denk dat wij die als college gewoon over kunnen nemen. Dank u wel, de heer De Vries Robles. Mag ik u dan even klip en klaar vragen, want mijn interventie was echt niet voor niets. Ik heb twee vragen gesteld en op beide antwoorden heb ik gekregen dat het antwoord ja, dat de intentie van de motie is om het tot schaliegasvrije gemeente te verklaren. En twee, dat de motie het college oproept om bij de huidige consultatieronde een zienswijze in te dienen. En als ik het zo, die twee vragen zijn met ja beantwoord door de steller van de motie. Dus ik ga ervan uit dat de motie die strekking ook heeft. En begrijp ik dan dat het college dat ook daadwerkelijk gaat uitvoeren? Ik wil eigenlijk de volgende uitleg geven aan de motie, want ik neem aan dat de motie wel in stemming gebracht zou moeten worden. Dat we het dictum mogen uitleggen op de manier zoals u dat zojuist benoemde, maar ook door volgens mij wethouder de Keurs zo is genoemd. Namelijk de strekking van de motie is dat de gemeenteraad uitspreekt dat Ommen een schalievrije gemeente is. En dat het college de daartoe beschikbare middelen zal aanwenden om in rechten op te treden. Nou, dat is waarschijnlijk in deze fase, maar daar houdt de wethouder nog even een korte slag om de armen zienswijze, omdat het waarschijnlijk ter inzage komt te liggen, dan kun je een zienswijze indienen. Dat is nog niet een beroepsprocedure, maar goed, dat is wat meer de formele kant der dingen. En dat we u daar in ieder geval nog over rapporteren, zou het wel een beroep zijn, dan zullen we dat doen. Dus in die zin wordt het gewoon door het college overgenomen. Ik denk dat het goed is om hem wel in stemming te brengen, maar het college geeft deze uitleg aan. Ik kan op die manier ermee werken. Nou, ik denk dat dat ook recht doet aan de intentie van de motie. Maar ik kijk even naar de heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik wil best aan het, en ik kijk even rond naar de mede-ondertekenaars, best in de dictum aangeven dat de intentie van het verhaal is dat Ommen zich uitspreekt als schaliegasvrije gemeente. Hè? Maar eigenlijk zegt u dat als college zelf. En ik vind dat we dan een behoorlijk statement afgeven. En ik ben het met u eens, want zeg maar in de tijd tussen het opstellen van de motie zijn er een aantal dingen gebeurd, zowel in de provincie als in de overheid. Dus als de Tweede Kamer ervoor kiest om uitstel tot 2023, hebben we in ieder geval dat statement gemaakt. Hè, en is er dan, blijft het rapport liggen, hè, zegt de minister, maar dat zou me helemaal niks verbazen op dit moment in de Kamer, dat de minister zegt, we gaan er toch mee verder. Dan verwacht ik van u dat het college wel beroep dan wel een zienswijze indient. De heer De Vries en dan de heer Bongers. De heer De Vries. Ik wou nog even de opmerking maken van, volgens mij ligt het plan namelijk nog niet ter visie. Het is nog in een conceptstadium en er is een consultatieronde is er gestart. Dat is iets anders. Ja. Stel op dit punt zegt de wethouder u toe exact informeren over wat nou de status is en wat we kunnen doen. Maar we zullen het geëigende rechtsmiddel, is misschien een groot woord, toepassen. De heer Bongers wil volgens mij ook nog iets zeggen. De heer Bongers, LPO. Ja, eigenlijk zou ik nog iets breder willen trekken, want in 2014, daar refereerde de wethouder al naar, zijn er vragen over gesteld door de ChristenUnie en de LPO. En toen hebben we ook expliciet over schaliegas gesproken, maar ook over überhaupt gaswinning. Want er was ook sprake van gaswinning, en dat zie je al richting Hardenberg, dat het al plaats gaat vinden. En wat ons betreft zou ik dat willen verbreden naar elke vorm van gaswinning in de gemeente Ommen, want schaliegas is nog maar een heel beperkt gedeelte ervan. Om het nog even moeilijker te maken.
Ja, voor mij mag nou niet alles, maar misschien is het ook wel goed gelet. Ja, ik ben maar adviseur, hè, om een beetje gelet op wat nu actueel in discussie, en dat zegt een Groninger, zegt er maar bij, is schaliegas. Om het daar gewoon even toe te beperken, maar voor mij is die strekking ook wel helder. U heeft ook bij de windmolens natuurlijk als gemeenteraad een uitspraak gedaan. Dus het is ook goed om elkaar daar scherp op te houden, zeg ik, in de richting van de heer Bongers. De vraag is voor mij vooral ook even van, wilt u dictum veranderen of zegt u van, met het gesproken woord en de uitleg die eraan is gegeven en de terugkoppeling die u volgt nog even op het formeel correcte instrument, kunnen we dan het stuk in stemming brengen? Nee, voorzitter, dat deel ik met u, hè. En even naar de heer Bongers, want zeg maar, is van mening dat, hè? Dat is de mooie toevoeging van, die ik van de heer Van der Moor heb ontvangen. Daar staat al algemeen benoemd de fossiele brandstofwinning. Dus eigenlijk geeft hij al een klein beetje een richting aan. Dus ik ben het met u eens, voorzitter, dat in mijn optiek met de toezegging die het college gedaan heeft, voor mij de dictum niet aangevuld hoeft te worden. Denk ik, gelet op het onderwerp, dat we wel in stemming brengen. De heer De Vries. Het zal duidelijk zijn met de gevoerde discussie en de notulen en de toezegging van het college, wij de motie ook steunen. Wenst er nog iemand anders een stemverklaring af te leggen, anders breng ik hem in stemming. Dat is niet het geval. Dan vraag ik u bij handopsteken aan te geven wie voor de motie is. Het zijn alle fracties met uitzondering van de VVD. Dan is de motie aangenomen en zullen we de acties ondernemen zoals u zijn toegezegd. Dank u wel. Dan zijn we bij het einde van de vergadering gekomen. Het is even naar 10. Ik dank u voor de inbreng vanavond. Ik wens u nog een verdere fijne avond. En graag tot de volgende keer.